Yo. We zijn weer terug met een nieuwe video. Het is vandaag dat ik deze video opneem, als hij dropt waarschijnlijk niet. Het is vandaag Valentijnsdag. Ik heb een tune gedropt. Jonghoorn heeft een tune gedropt. Mystic heeft een tune gedropt. En Parsa heeft een nieuw project gedropt. Zat best wel lang tussen. Hij heeft vorige week Hij heeft vorige week aangekondigd dat hij met een album zou komen. Parsa Licious. En toen zei hij gisteren van, ja, nieuw project vanavond. Dus ik dacht van, oké, Parsa Licious erop vanavond. Maar nee, Parsa heeft een ander project gedropt. Dus er komt binnenkort een tweede project. Maar Parsa heeft een project gedropt, Liefdesoldaat 4. En de echte G's die kennen Liefdesoldaat 2 en 1. En Liefdesoldaat 2, daar staat de tune Paga 6 op. En daar hebben wij toen ook een video over gemaakt. Met Kleine Crack, let's go. Dit is, ik ga niet het hele EP behandelen, maar ik heb mijn favoriete tune gepakt en dan kunnen we het een beetje hebben over de EP. Let's go! Ik zeg je heel eerlijk, ik ben meer fan van de Parsa op de Slachterbeats dan de Parsa met, hoe heet het ook alweer, dan met Pestcore. Ik zeg je heel eerlijk, ik vind die tune Hallucinatie van, ik weet niet precies, van Parsa en nog twee andere guys. Ik vind die niet zo heel vet. Ik vind die met Opgekonkerd ook niet heel vet. Ik vind die met Gladde Paling dan wel weer heel vet. En ik vind die met Joost en Vieze Asbak ook wel weer heel vet. Maar toch ben ik meer fan van de Parsa met Slachter, dan met op Slachterbeats, dan de Parsa met de Pestcore. Met alle respect naar Pestcore, want hun zijn ook wel oké. En de guy die deze covers maakt, die maakt echt de beste covers. Volgens mij, ik had het daar met Lars een keer over. Lars die zei dat hij ook de cover had gemaakt. Bubanik of zoiets heet die gast. Lars zei dat hij ook de cover had gemaakt voor Kibbeling Sound bij Donnie, door Donnie. Maar vergeleken met de covers die hij voor VHS maakt, valt hij echt best wel mee. De Liefdesoldaat 2 was een Pornhub-achtige type cover, zeg maar. En dit is een OnlyFans. Dit is meer de OnlyFans-stijl, zeg maar. Ik vind dat hij dat fucking vet doet. Zo dat hele thema en zo. Ik vind dat die guy, die maakt ook de covers voor heel veel. Ja, is ook voor Kleine Crack, ook voor Kleine Kova. Volgens mij ook voor Royce en solo-projecten. Hij doet dat heel goed. Die guy is echt heel goed. Hij. Volgens mij is het ook ondertussen al 2 jaar geleden dat Liefdesoldaat 2 is gedropt. Volgens mij is dat vandaag precies 2 jaar geleden als ik deze video opneem. Dan laten we dat even checken. Dat is uitgekomen 14 februari 2022. Nu Liefdesoldaat 4, 14 februari 2024. Ik vind elke tune eigenlijk wel vet. Ik ben echt, wat ik net al zei, meer fan van de Parsa X Slachter dan de Parsa X Pestcore. Brunson. Op Parsa's een TikTok, zeg maar, over dat Parsa Licious gebeuren, zeg maar. Op Parsa Licious, dat is dan zijn volgende project. Daar staat Heroïne met Joost ook op. En die met Natte Vistik, Beuken in de Keuken. Die vind ik trouwens, die vind ik niet zo heel hard. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Ik ga niet voor jullie liegen. Ik vind die niet zo heel hard. Want op de Insta van de covermaker, Bubanik heet hij volgens mij, had hij 3 tunes van de tracklist al laten zien. Want die met Juno Miles. Ja, deze tune heeft, deze guy heeft de tune met Juno Miles. Die staat er ook op. En met Juno Mar en zo. En voor de rest, ja, dat wordt ook een fucking ziek project. Die cover was ook echt insane. En het werd ook wel weer tijd dat Parsa wat nieuws ging uitbrengen. Want hij heeft een paar tunes uitgebracht. Hij heeft die met Gladde Paling uitgebracht. Die met Vieze Asbak en Joost. Die met Natte Vistik. Die met Opgekonkerd. En die met, ja, Dikke Baap was het volgens mij. Maar dat is echt, hij heeft maar 5 tunes uitgebracht in 2 jaar tijd, zeg maar. Hij heeft 5 tunes uitgebracht na Liefdesoldaat 2. En dan hebben we nu eindelijk Liefdesoldaat 4. Ja, ik ben fucking blij. Kleine Crack staat er ook op Paga 8. Hij heeft volgens mij Paga 7 overgeslagen, Paga 8. Let's fucking go.
omdat Pasha weer terug is. Want hij maakt fucking goede muziek. Ik ken hem van, waar ken ik hem eigenlijk van? Van Pacha 4 volgens mij. Van Pacha. En hij is blijven evolueren, zeg maar. Want toen kende ik Kleine Crack net van Burning Fig. Toen was de Fig 1 net uit. Daar kende ik Kleine Crack van. En toen zag ik Pasha ergens een keer voorbij komen. Dat is al 4 jaar geleden. Toen zag ik Pasha ergens voorbij komen. Toen ben ik die guy eens gaan checken. En toen vond ik het nog niet zo. Maar toen ben ik gewoon vaker gaan luisteren. En toen dropte die ook Welkom in de Traphuis EP tape-achtige ding. Die is fucking hard. Die tune met Roy van Ben in de HVS. Roy komt kankerdom op die tune. Maar dat is ook een fucking goede EP van Pasha. En sowieso Slachter is een van de beste producers die er zijn. Punt. Ik wil verder niks horen. Slachter, wat hij doet met die cowbells en wat hij doet. Hij is geniaal. Ik ben zo blij dat we een Joost verse op een Slachter beat hebben. Check wat dachten. Echt. Slachter maakt de lijpste beats. Hij heeft niet eens een tag en je hoort meteen dat hij de beat gemaakt heeft. Misschien een beetje een onlogische collab wat ik nou gezegd, maar Pasha x Cemetery zou dom hard gaan. Of Cemetery op een Slachter beat. Kijk, ik heb zo gehoord dat Cemetery alleen voor zichzelf produceert en eigenlijk niet echt FT's doet. Hij heeft wel een tune met BLP Kozier. Ik ken die hele guy soort van een klein beetje. Hij heeft een tune met BLP Kozier. Maar ik spring die nou waarschijnlijk hoeveel keer uit. Maar een Pasha x Cemetery op een Slachter beat zou dom hard gaan. Of sowieso, nou een tijdje geleden heb ik dan in een video gezegd dat Brandsnice ging stoppen. Maar Pasha x Brandsnice zou ook dom hard gaan. En ik weet niet eens of ik dit mag zeggen. Maar er is ook een Pasha x Lil Oliebol. Maar Lil Oliebol zei dat hij nooit meer uit ging komen. Ja man, kom mee van Pasha en Slachter. Fucking banger. We hebben gewoon maar één tune van het project uitgekozen. Let's fucking go. Heel goed project, Liefde Soldaat 4. Ga het checken, is fucking hard. Is niet de Pasha die de meeste mensen kennen. Is met Slachter, is fucking hard. En met Kleine Crack. Ik spreek jullie soon bij een nieuwe video. Hey, joe!